Welkom allemaal, fijn dat jullie weer kijken. Allereerst wil ik jullie bedanken voor de vele likes, jullie steun op dit kanaal. Maar ook de vele lieve berichten. De aanvraag van de privé-readingen. Ontzettend fijn. Ook de groei die ik doormaak, dus de vele nieuwe abonnees. Ontzettend bedankt daarvoor. Als je nou nieuw bent, wees van harte welkom. Kijk even of het resoneert. Je bent tenslotte niet voor niks naar deze kanaal toegeleid. Het is vaak wel zo dat als je meteen abonneert, dat jouw energie in het kanaal zit, waardoor de reading ook met jou resoneert. We beginnen vandaag met de Archangel Animal Oracle Deck van Diane Cooper. Wat zijn de berichten die ik door mag geven aan het collectief spirit? Mogen wij weten. Oké, deze drie. We hebben de kangeroe. Wees een kracht voor goed. Dus misschien heb je bepaalde bijzondere talenten, gaves of heel veel wijsheid. Zet die dan in voor het goede. We hebben de wolf. Wees onafhankelijk, maar werk wel samen. Dus werk vooral geen collega's tegen. En het varken. Hou vast aan je eigen waarde en jouw zelfvertrouwen. Ja, spreek open en eerlijk over vanuit je hart. Want ze hebben bij alle drie je dat bolletje op het hart. Spreek open en eerlijk vanuit wijsheid, maar laat ook vooral dat hart spreken. In de communicatie, werk eventueel samen met anderen, maar blijf wel onafhankelijk. Dus verlies jezelf daar niet in en vooral die eigen waarde en zelfverzekerdheid. Oké. Ik word naar mijn tarotdeck geleid, dat is tarot van de goden. Mag ik... wat meer weten over die kangaroo spirit van Be a Force of Good. Hij is een kracht voor het goede. Misschien doe je lichtwerk net als ik. Hoeft niet. Je kan natuurlijk ook met jouw eigen baan of misschien met jouw hobby kan je heel mooi werk doen en je goed inzetten voor anderen. Onderliggende kaart is de vier van staven. Bij deze kaart geef. Deze kaart geeft gevoel van evenwicht, groei, hoop, stabiliteit, maar ook tijden van loslaten. Deze kaart krijg ik eigenlijk nu meer een gevoel van transformatie door. En nu je die transformatie hebt doorgaan, moet je weer eventjes terug in balans komen. Dat is altijd als je transformatie bent doorgegaan. Ja, je hebt heel veel strijd geleverd. Je hebt heel veel, je bent door hele diepe dalen gegaan. Je hebt veel los moeten laten. Het was een enorme strijd. Veel angsten gekend, veel twijfel. Maar dat mag je achter je laten. Laat je nu door je intuïtie, die durf je te volgen. Je intuïtie is ook versterkt. Je hebt meer wijsheid. Ook je derde oog.
is ontwaakt, krijg ik door. Je wil nog even in balans komen voordat je aan je nieuwe lessen gaat beginnen. Spirit, die staan al helemaal klaar om jouw nieuwe lessen aan te reiken. En jij wil er toch nog even in balans komen met de vier voordat je aan het volgende gaat beginnen. Je hebt het volgende heb je nodig, zodat je uit deze modus komt, koningin van zwaarden. Jij bent op dit moment wat kil, afstandelijk. Terwijl je heel veel kracht en goed in je hebt. Dat mag getransformeerd worden. Die warmte, die liefde, die uitstraling, de goedheid. Je mag meer gezien worden. Misschien ben jij zo geworden door de tijd heen. Door wat je hebt meegemaakt. Maar dit mag getransformeerd worden. En vandaar dat Spirit jou al het volgende aanreikt. Om mee aan het werk te gaan. Wat mag ik weten over die wolf? Van wees onafhankelijk, maar werk wel samen. Liefde, zelfliefde, keuzes maken in de liefde. Je wilt best een keuze maken en voor een bepaalde liefde gaan, maar daarbij wil je wel dat je je onafhankelijkheid in deze connectie, in deze relatie behoudt. Dus dat je jezelf niet hoeft op te offeren, dat er geen vrijheden worden ontnomen. En tegelijkertijd wil je aan deze connectie werken, krijg ik door. Je bent druk bezig met het manifesteren. Je weet precies wat je wil. En ook bij jou, bij het manifesteren, ben je heel specifiek en druk je je machtig en krachtig uit. Kan goed zijn dat je te maken hebt in die connectie, in die relatie, dat je met een kreeft te maken hebt of dat jij kreeft in je ascendant hebt. Ja, die onafhankelijkheid die is voor jou gewoon ontzettend belangrijk. Je hebt misschien vaak relaties gehad waarbij je altijd het onderspit moest delven, waarbij je altijd jouw vrijheden moest opgeven, je niet jezelf mocht en kon zijn, omdat je vast werd geklampt of geclaimd werd, of omdat je in een codependente connectie of relatie terechtkwam. En nu ben je echt erop, bijna op gefixeerd dat je bij het manifesteren echt iemand wilt hebben die onafhankelijk is, die zijn of haar ding doet, zodat jij ook jouw ding kan blijven doen, dat jij die onafhankelijkheid behoudt en toch een hele fijne, harmonieuze connectie kunt hebben. En dat is waar jij voor wil gaan. Dat is jouw wens, dat is jouw ultieme doel. Dat is wat jij aan het manifesteren bent of wat je wilt gaan manifesteren. Wat mogen we weten over het varken? Zelfverzekerdheid en zelfbewustzijn. Geloof
Misschien dat je meer geloof, zelfvertrouwen in jezelf mag hebben. Misschien heb je vroeger nooit in jezelf geloofd of nu nog niet. En is dat echt een punt om aan te werken? Want je hebt heel wat meegemaakt. 10 van staven. Omdat je dus niet in jezelf gelooft. Neem je altijd te veel hooi op je vork. Raak jij overbelast. Misschien zelfs in een burn-out. Jij geeft te veel aan jezelf. Jij gaat over je grenzen heen. Of je dat nu onbewust doet. Of omdat je die kant op wordt gepusht door je werk. Of door collega's die niet zo collegiaal zijn. Of in relaties dat je jezelf helemaal opoffert. Of dat jij al het werk doet. Kortom, dat is voor jou een wijze les. Om vertrouwen en geloof in jezelf te hebben. Zodat jij dus krachtig en passioneel bent. Maar aan de andere kant ook durft aan te geven. Van dit is mijn grens tot hier en niet verder. Jij hebt ook een verantwoordelijkheid. Dit is mijn werk, dit is jouw werk. Ik ben hier niet verantwoordelijk voor. Dit mag jij oplossen. Of duidelijk uitspreken van ik kom om in het werk. Dus ik moet keuzes maken. Als jij wil dat ik dit aanpak, dan blijft dit werk liggen. Dus geef maar aan, wat wil je? Als ik dit oppak, dan blijft dit liggen. En als ik dat oppak, dan blijft dat liggen. Heel duidelijk je grenzen stellen. En niet gaan overwerken of gaan stressen of je 3 slagen in de ronde werken. Dat is een cyclus die jij mag gaan afronden. Zodra jij dus die zelfliefde hebt gevoeld. En voor jouw eigen grenzen en jouw eigen normen en waarden op durft te komen. En dan kan jij weer een nieuwe cyclus omarmen. Bovendien ben je dan ook niet meer bang om voor jezelf op te komen. Om jezelf uit te spreken. Want je ziet heel duidelijk, die armen staan open van kom maar op. Ik wil best die uitdaging aangaan. Op werkgebied of liefdesgebied of samenwerkingsgebied. Maar ze moeten wel weten tot waar en niet verder. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat het resoneert. Kan goed zijn dat het misschien een beetje resoneert. Of een bepaalde dingen dat op je lijf geschreven is en andere niet. Wens je een privé reading dat we hier dieper op ingaan, dan kan dat ook. Je kan mij altijd mailen, dat staat hieronder onder het filmpje. Alvast bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Namaste.